Ik ben Tony van Diepen. Ik ben 20 jaar. Ik ben hardloper op de 400 en de 800 meter. Voeding is voor mij als sporter heel belangrijk. Vroeger pakte ik al heel graag een blikje energy of een zakje chips. Dat doe ik nu niet meer. Je leert als sporter zijnde toch dat je de eerste paar jaar van je sportcarrière ga je heel snel vooruit omdat je talent bent, je bent jong. En na een tijdje gaat je lichaam je stopt met groeien en je moet het toch door middel van trainingen gaan doen. Die trainingen gaan niet werken als jij niet de goede sportvoeding binnenkrijgt. Mijn favoriete maaltijd is diner. Ik hou heel erg van avondeten. Ik hou vooral van spruitjes, aardappelen, een beetje alles wat een beetje boerengroente is. Vlees vind ik ook belangrijk erbij. Want ja, daar haal ik van eiwit en andere voedingsstoffen uit. Ik kan absoluut niet avondeten zonder een lekker stuk vlees. Dus. De sportdrank die hierbij past, is natuurlijk AA High Energy. Zorgt er natuurlijk voor dat je heel veel energie bijtankt met behulp van goede suikers. Ja, tijdens zo'n hele zware training ben je al je energie kwijt, al je suikers kwijt, alle voorraden kwijt. En dan heb je gewoon echt behoefte aan wat energie. En dat flesje kun je dat gewoon vinden. Als advies zou ik geven dat sportvoeding belangrijker is dan iedereen denkt. En dat je gewoon vooral 7 keer per dag een evenementje moet nemen. Anders herstel je niet en word je ook niet beter. En dan doe je eigenlijk je training voor niks.